gevaarlijke situaties bij de werkzaamheden aan de N325. Afgelopen week is daarmee begonnen. In de eerste fase worden de weg en het fietspad tussen het plein en de kruising met de Ubbergseweg aangepakt. Daarvoor is één van de twee fietsoversteekplaatsen afgesloten, waardoor bij de andere oversteek fietsverkeer van twee kanten over een smalle ruimte moet. Daarnaast kunnen fietsers die van Nijmegen oversteken richting Ubbergen niet zien of het veilig is om over te steken, omdat een enorme stapel stenen hun zicht blokkeert. Donderdagavond is het verlossende woord gekomen voor voetbalvereniging Germania. Ze hebben 30 vrijwilligers erbij gekregen en daardoor is de toekomst van de club veiliggesteld. Deze 30 vrijwilligers komen door een brandbrief die de club enkele weken geleden had gestuurd naar 120 leden. De club had te veel werk voor het aantal vrijwilligers dat ze hadden. Germania verliest per jaar steeds meer spelers en leden, waardoor de begeleiding voor verschillende teams schaars is. Het bestuur heeft het gevoel dat de leden zich te weinig betrokken voelen bij de club, maar hoopt dat op deze manier te veranderen. Het herstel van de stuw in de Maas bij Nederasselt en Graven gaat tussen de 15 en 20 miljoen euro kosten. De stuw werd eind december kapot gevaren door een Duitse binnenvaarttanker. Rijkswaterstaat heeft rederij Gevo aansprakelijk gesteld, maar de rechtbank oordeelde eerder dat dat voor maximaal 915.000 euro is. Dat geld gaat naar rato verdeeld worden. Degene met de meeste schade krijgt het meeste geld.